U kunt nu gaan luisteren naar het dagelijks woord. Dit is iedere maandag tot en met vrijdag om 10 uur, 3 uur en s'avonds om 7 uur. Deze meditatie wordt verzorgd door dominee Smit. Fijn dat u weer luistert naar het dagelijks woord. Vandaag staat Daniel 12, vers 5 tot 8 op het rooster. Het is een gedeelte dat betrekking heeft op de tijd van het einde. De eindtijd. Het zou dus heel goed kunnen dat wij het binnenkort gaan beleven wat hier wordt beschreven. Laten we er vooral goed op letten wat de Heere gaat doen. Er wordt hier gesproken over een benauwde tijd. Over een tijd die er nooit eerder is geweest. Israël zal het uitermate zwaar hebben. Maar dan? Dan zal Michael opstaan. Hij is de aartsengel die het volk Israël bijstaat. Aan het hemelse hof neemt hij het op voor het volk van Abraham, Isaac en Jacob. We gaan eerst lezen wat Daniel vervolgens ziet. in Daniel 12, vers 5 tot 8. Daniel 12, vers 5 tot 8. En ik, Daniel, zag en zie: er stonden twee anderen. de een hier op de oever van de rivier, en de ander aan de overkant. Op de oever van de rivier. De een zei tegen de man gekleed in linnen, die zich boven het water van de rivier bevond: Hoe lang duurt het nog voordat er een einde komt aan deze wonderlijke dingen? Toen hoorde ik de man gekleed in linnen, die zich boven het water van de rivier bevond, en hij hief zijn rechterhand en zijn linkerhand op naar de hemel en zwoer bij hem die eeuwig leeft. Na een vastgestelde tijd. Vastgestelde tijden en een helft wanneer hij er een einde aan gemaakt zal hebben om de macht van het heilige volk stuk te slaan, zal er aan al deze dingen een einde komen. Ik echter, ik hoor het wel maar ik begreep het niet. En ik zei, mijn heren, wat zal het einde hiervan zijn? Tot zover dit gedeelte uit Daniel 12. Wat ziet Daniel? Hij ziet de man gekleed in linnen. Hij bevindt zich boven het water van de rivier. Van de rivier de Tigris. Maar hij ziet ook nog twee andere mannen. De een aan deze kant van de rivier en de ander aan de overkant. Zij moeten er getuige van zijn wat de man gekleed in linnen gaat zeggen. Wie is dat eigenlijk, die man gekleed in linnen? Al in hoofdstuk 10 werd een beschrijving van hem gegeven. Daar staat: ik, dat is Daniel, sloeg mijn ogen op en zag. En zie, er was een man gekleed in linnen, zijn heupen omgord met het fijne goud uit oefas. Zijn lichaam was als turkoois, zijn gezicht als het uiterlijk van de bliksem, zijn ogen als vuurfakkels, zijn armen en zijn voeten als de glans van gepolijst koper, en het geluid van zijn woorden als het geluid van een menigte. Als u dit zo hoort, moet u dan ook niet denken aan het boek Openbaring en aan de apostel Johannes op Patmos. Johannes zag de verheerlijkte Heer Jezus Christus na zijn kruisenopstanding. En Daniel ziet de Heer Jezus, de Zoon van God, voor zijn menswording. In het hoge priestelijk gebed heeft de heer Jezus het immers over de heerlijkheid die hij bij de Vader had voordat de wereld er was. Daniel ziet Jezus. En wat doet de zoon van God? Hij heeft zijn, recht, hij heeft zijn rechterhand op naar de hemel en ook zijn linkerhand, en hij legt een eed af, hij zweert bij de eeuwige God. En wat zegt hij dan in naam van de eeuwige? Dat het volk van Daniel, het volk Israël, wel een benauwde tijd zal beleven. Een benauwde tijd zoals er nog nooit eerder is geweest. Maar na een vastgestelde tijd zal daar gelukkig een eind aan komen. De macht van het heilige volk is wel in stukken geslagen, maar er komt een eind aan. De Zoon van God, die zweert het. Ik moet denken aan Psalm 103. Hij zal zijn volk niet eindeloos kastijden... ...nog eeuwiglijk zijn gramschap ons doen leiden. De Heer zal zich toch weer over zijn volk ontfermen. Daniel begrijpt het nog niet wat hem wordt geopenbaard... ...maar dat kan ook nog niet. Pas als het zover is... Dan zal het allemaal duidelijk worden. Dat is voor ons dus een heel belangrijke les. Wij kunnen niet gaan voorspellen hoe het precies zal zijn voordat de Heer Jezus terugkomt. En wat er allemaal gaat gebeuren als hij terugkomt. Maar één ding is zeker: let op Israël. Let op wat er in de wereld gebeurt. Vraag om het licht van de Heilige Geest. En. Hoe benauwd de tijd ook mag worden, er komt wel een eind aan. Weet u waar het op aankomt? Dat we in Christus zijn, dat we door het geloof met Hem verbonden zijn, dat we Hem lief hebben, hoe benauwd de tijd ook mag worden. De band met Hem, met de Heer Jezus, kan nooit ongedaan worden gemaakt. Hij zal hun het goede niet in nood onthouden, zelfs niet in bange tijden of in de dood, die in oprechtheid voor hem leven. Welzalig heer die op u bouwt en zich geheel aan u vertrouwt. Amen. Zullen we met elkaar bidden. Here Benauwde tijden, die beleven wij eigenlijk ook. Deze crisis. En het houdt maar niet op. Maar geef door uw genade dat we in het geloof verbonden mogen zijn aan de Heer Jezus Christus. Want hij heeft het toch gezegd, blijf in mij. Heer dat, dat dat van ons alle gelden mag. Dat we in hem zijn en in hem blijven. Dat we leven vanuit de vergeving der zonde. Dat we leven als kinderen met u, de hemelse vader. Dat we geloven in uw trouw, in uw bescherming. Mijn tijden zijn in uw hand. Heere God, zorg voor een ieder van ons. Als we ouder geworden zijn, kwetsbaarder, dichter bij het einde van ons leven, laat het licht zijn. Heren, we gaan uitzien naar het kerstfeest. Het is weer de tijd van advent. En we zien niet alleen uit naar het kerstfeest, maar we zien ook uit naar de wederkomst van de Heer Jezus. Kom, Heer, Jezus, kom spoedig. Heer God, wij bidden. Draag ons door uw kracht, bemoedig ons. Wees met uw kerk, met uw gemeente. Geef een revij hier in Katwijk. Kom, heren, doe niet met ons naar onze zonden. Maar wilt u te midden van uw toren ook aan uw genade en uw ontferming denken. Wij prijzen uw naam. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie God, u zij al de eer. Amen.